Ja, ik kreeg een persoonlijk bericht van Robin via Facebook. En Robin die schreef mij een heel verhaal over jongeren tussen 18 en 25 jaar. Maar ook, vooral ook over ouderen 50-plussers. Nou, en Robin die werkt als portier en hij werkt als beveiliger. Dat doet hij in het weekend, staat hij in de horeca en door de week staat hij bij winkels. Nou goed, moet je horen wat die Robin aan mij geschreven heeft. Hij zegt, dan sta ik daar in de horeca en die jongeren dan tussen 18 en 25. Hij zegt, ja die mogen dan niet bij elkaar gaan zitten en die mogen niet dansen en die mogen niet zingen. En dan moet ik ze constant op wijzen. Hij zegt, het is ongelooflijk, die gasten die luisteren voor geen meter. En dan krijgt de horeca, die krijgt dan de schuld. Maar het zijn gewoon die jongeren die niet willen luisteren. Ja, die horeca die is nu dicht. En ik ken die jongens natuurlijk als portier. Ken ik ze privé. Dat schrijft hij dan, die Robin. Hij zegt, en die gasten, die gaan gewoon thuis. Blijven ze gewoon doorgaan. Die geven thuis allemaal feesten met 30, 40 man. Ze kunnen kiezen uit welk feest ze maar willen. Dat is ongelooflijk. En Robin, die schrijft dan aan mij, die jongeren weten heel goed dat ze verkeerd bezig zijn. Hij zegt, maar ze hebben overal maling aan. En het wordt, let op, alsmaar erger en erger. Maar dan gaat Robin verder. Over onze club 50+. En daar, nou zeg, die zijn zich volgens hem verschrikkelijk aan het misdragen. Want hij zegt, die ouderen die zijn nog veel erger dan die jongeren. Robin die werkt dan als beveiliger bij bouwmarkten en tuincentra. En die moet dan de regels in de gaten houden. Hè? Afstand houden en niet met te veel mensen tegelijk naar binnen. En noem het allemaal maar op. Maar dan word ik de hele dag, schrijft Robin aan mij. Dan word ik beledigd en uitgescholden en bedreigd en zelfs bespuugd. En dat is het niet alleen. Nee, moet je horen wat ik ook allemaal naar mijn hoofd gegooid krijg. Jij bent te dom voor een agent. Ik heb je kenteken en ik weet waar je woont. Let goed op als je vanavond naar huis gaat. Jij zou een goede NSB'er zijn. Daar had Robin geen zin meer in. Dus die is ermee gestopt. Ja, die had geen trek meer in al die beledigingen en al die bedreigingen. Maar het is toch te gek voor woorden, beste mensen, dat hij mij dit moet schrijven. Dat hij gewoon helemaal gek wordt, A, van die jongeren, maar B, nog erger, van die 50-plussers die zich volkomen niet weten te gedragen. Want, schrijft Robin, die willen het gewoon niet begrijpen. Het merendeel heeft er gewoon scheid aan. En dan eindigt hij zijn verhaal met en elkaar maar door besmetten. En ik word er gewoon moe van. En ik word er hopeloos van. En ik word er verdrietig van. Het is in en in triest, Harry.